Velen van u zijn al betrokken bij sociale projecten, bijvoorbeeld in wijken of op scholen. En dat komt voort uit een lange traditie in Eindhoven en de omgeving. Waar bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor hun werknemers, maar ook voor de gemeenschap. Op die initiatieven zullen we voortbouwen. De kennis, de menskracht of de middelen van het bedrijfsleven kunnen kansen creëren in het leven van mensen. Zeker wanneer ze de samenwerking zoeken met de overheid, kennisinstellingen en sociaal-maatschappelijke organisaties. Door onze inspanningen te bundelen en op te schalen krijgen we meer impact. Dus, concrete vraag aan u, denk erover na. Laat u informeren, er zijn mensen van Brainport voor elkaar in de zaal, die kunt u herkennen aan de button. En sluit u aan, kijk of u mee kunt helpen om die impact te vergroten en te verbreden. En zo kom ik terug bij het begin van mijn verhaal, waarin ik u vertelde over mijn liefde voor muziek. Ik hoop dat we de komende periode in de regio ervoor kunnen zorgen dat onze, ik wou bijna gezegd onze band, maar ik moet zeggen onze band, gezamenlijk sterkere muziek kan blijven maken. Velen van u kennen ongetwijfeld de band Bots. Even kijken, ja, het is een generatiedingetje. De band Bots, uit Eindhoven inderdaad. Of in ieder geval, misschien dat de herkenning nu nog groter wordt, de hit Wat zullen we drinken 7 dagen lang. Ja, dat herkent u wel. Ja, dat dacht ik wel. Maar dames en heren, het lied gaat verder en de latere coupletten zijn opvallend minder bekend. Een ervan luidt, dan zullen we werken 7 dagen lang, dan zullen we werken voor elkaar. Dan is er werk voor iedereen, dus werken we samen 7 dagen lang. Ja, werken we samen, niet alleen. Ik wou voorstellen dat we dit bombarderen tot ons nieuwe clublied. Volgend jaar reiken we de tekst uit en zetten we het met elkaar in. Alleen deze laatste coupletten, want die symboliseren natuurlijk nog mooier onze samenwerking hier. Als ik een glas had, zou ik het nu heffen. Ik wens u allen een goed nieuwjaar.